Hoi jongens, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van moi. Ik heb vandaag weer een storytime video voor jullie en ik zit weer in dezelfde kleding, een beetje met dezelfde achtergrond. En dat komt omdat ik deze video's na elkaar opneem. Dus ja, ik weet ook niet eens of jullie het leuk vinden, maar dat is, merk ik vast en zeker nog wel. Deze storytime is een stuk minder heftig als de vorige. Maar hij is toch enigszins best hilarisch. Maar ook wel weer een beetje pijnlijk. Hij is ook wat korter dan de vorige. Maar toch hoop ik dat jullie hem leuk vinden. Waar moet ik beginnen? 2 jaar geleden is dit volgens mij gebeurd. 2 of 3 jaar geleden denk ik. Mijn vader woonde toen nog in Diemen. En daar was een soort van speeltuintje. En ik en mijn broertje verveelden ons. Dus we gingen naar dat speeltuintje toe. En gingen gekke dingetjes filmen daar of zo. Ik weet het niet meer, maar we gingen in ieder geval naar een speeltuintje toe. We wilden gaan freerunnen of zo. We hadden gekke dingen in ons hoofd. Mijn broertje was dus de hele tijd dingen aan het filmen. Die materialen heb ik trouwens niet meer. Ik weet ook niet wat er mee gebeurd is. Maar net op het moment dat hij niet filmde, gebeurde er wat. Hij filmde dus niet. Er was dus een hele grote zandbak. Maar het was niet echt een zandbak. Het was eerder steen waar echt een paar centimeter zand overheen was gegooid. En om die zandbak heen stonden allemaal stenen van ongeveer 1,5 meter aan 1 meter hoog. En ik dacht van, zal ik proberen om hier een vooroversalto op te doen? Dus ik vraag het zo aan mijn broertje. Levi, zal ik een vooroversalto doen? Hij zegt, moet je zelf weten. Dus ik zeg, denk je dat het me lukt? Dus hij zegt, misschien ga je wel vallen. Ik zeg, nee joh, het is toch zand waarin je landt? Het doet toch geen pijn? Zonder dat ik eigenlijk door had dat er zeg maar een paar centimeter zand was. En daaronder lagen gewoon stenen. En daarbij was die steen ook echt heel laag. Dit was zeg maar die steen waar ik een salto van wou maken. Super dom. Maar wat doe ik dus? Ik dacht van, scheid, ik doe het gewoon. Is ik met mijn domme hoofd. Maak een salto voorover vanaf die kleine steen naar die zogenaamde zandbak. En je raadt het al. Ik land vol op mijn rug en op mijn hoofd op die stenen grond. Maar ook mijn broertje dacht, die is vast wel zacht geland, want het is een zandbak. Maar nee, ik roep, Levi, bel papa! Dus hij zegt, nee joh, blijf gewoon liggen, het komt wel goed. Ik zeg, nee, ik heb echt heel veel pijn, bel papa! Hij zegt, sta eerst even op. Ik zeg, nee, ik kan niet opstaan. Dus op een gegeven moment dacht hij van, oké, bel mijn vader wel. Er zal wel niks aan de hand zijn, maar ik bel hem gewoon. Dus hij zegt, yo papa, Chelsea ligt hier. Kan je misschien even komen? Dus mijn vader die rijdt in zijn auto super snel naar die zandbak toe. Want die denkt, er is sowieso echt iets heel ergs aan de hand. Dus ik lig echt zo. Ik kon niet opstaan. Mijn rug deed zoveel pijn. Het voelde, maar doordat ik zeg maar op mijn rug was gevallen, sluit het hier ook een soort van af. Dus ik kon heel moeilijk ademhalen. Dus ik zat er zo. Dus mijn vader die heeft me in die auto geduwd. Zijn naar het ziekenhuis gereden. Of naar de dokter of ziekenhuis, hoe heet dat? Eerste hulp heet dat. En ik zat de hele tijd zo, want ik kon zo lastig ademhalen. En mijn rug deed echt super veel pijn, maar het ging wel steeds weer wat beter. Dus ik hele scans met mijn rug moest ik doen. En ik moest zo lang wachten in het ziekenhuis of eerste hulp. Ik haat het. Het enige wat ik leuk vind aan dokters is de chocomel die je er gratis krijgt. Oké, dus wij super lang wachten op al die scans en al die dingen die we moesten doen. Het was echt wel super laat op een gegeven moment. Toen kregen we eindelijk te horen wat er aan de hand was. En toen kregen we te horen dat mijn rug zwaar gekneusd was. En we waren zo blij dat het niet gebroken was. Want als je je rug breekt heb je zo'n groot probleem. Maar het was dus zwaar gekneusd. En ik heb echt weken daarna nog zoveel last gehad aan mijn rug en met ademen. Maar het is gelukkig goed afgelopen. En ik was... We waren gewoon super blij dat het niet gebroken was. Want dan hadden we echt gewoon een groot probleem gehad. Nee, maar als je zeg maar op je rug of op je nek of zo valt. Dan kan er best wel wat ergs met je gebeuren. Het kan gewoon zijn dat je gewoon nooit meer kan lopen. Of nooit meer iets kan doen. Omdat je, ja, dat is gewoon heel gevaarlijk om daar te vallen. Dus we moesten wel naar het ziekenhuis toe. En we waren dus gewoon echt super blij dat het een zware kneuzing was. En dat het niet gebroken was. Dus toen waren we weer helemaal happy. Maar ik had nog steeds pijn en slaap ging moeilijk en zo. Maar het is allemaal wel goed afgelopen. En ik heb er nu helemaal geen last meer van. Dat is al 3 jaar geleden, maar alsnog. Dit was een... Oh, mijn voet, jongen. Ik zit gewoon op... Ah. Oeh, ah. Oh, mijn voet. Oh, mijn voet. Oh.
Ah, hij beweegt niet meer. Oh, hij beweegt niet meer. Sorry, ik zat zeg maar de hele video op mijn voet. Dus dat doet nu een beetje pijn. Maar ik hoop dat jullie deze storytime leuk vonden. Het was een beetje een korte storytime volgens mij. Maar als je me leuk vond, doe een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En abonneer op die knop, want dat is leuk. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Tja, las de palas.